Matias Suárez even naar de kant moet voor een blessurebehandeling. Vrij trap voor Anderlecht met Olivier de Schacht. Nuhas is mee, kan doorkoppen en Lézard, Boussoufa misschien. Nog via Van Loo in hoekschop. Eerste kans voor Anderlecht. Maar Boussoufa kon er net niet goed genoeg bij. Het doorkoppen van Nuhas, dan bijna Lézard. Uiteindelijk Boussoufa en via Van Loo in hoekschop. De ruimte hier aan de linkerkant bij Stefan Tangen. Voor doel Thompson en Beatrice Mieu. De voorzet van Tangen richting Thompson. Goed balletje, geen problemen voor Davy Scholle. Vrijtrap, Mirvic richting Thompson en dan Tangen. Reeds op de slot. Goede actie van Roeselare. Even voor het half uur. Het schot van Stefan Tangen gaat over. Lézard. Anderlecht heeft nog niet al te veel kunnen klaarmaken. Siris lost die bal bijna. Voordat Boussoufa kon gevaarlijk worden. Dan een opstootje daar met Boussoufa. De voorzet van Lézard en dan Siris die de bal niet kan klemmen. Dan komt Boussoufa nog aandringen. Die duwde Anthony van Loo weg. Maar weinig aan de hand. Wel Boussoufa, kijk, hij zet daar zijn schoen op het been van Loo. Dat is ook niet proper. Ilia en Jan Polak. Lézard houdt die bal nog net binnen. Lézard komt naar binnen. Suárez, geen buitenspel. Suárez, onderuit gelopen door Siris. Ja, de bal wordt nog van de lijn weggehaald door Jaliti. Maar dat zouden we nog eens willen bekijken. Geen buitenspel van Suárez. En dan met de voet vooruit. Siris. Jaliti haalt die bal voor de lijn weg. Ja, dan kan je toch voor fluiten. Vervekke geeft geen penalty aan Anderlecht. Thompson. Ruimte bij Ouattara. Ouattara met de schacht voor zich. Ouattara haalt de achterlijn. En ook daar een ingreep van de schacht. Fans van de Roeselaar daar achter het doel willen ook een penalty. Ja, de schacht heeft geen bal. Wel Ouattara. Nobile. Thompson. Van Loo is mee. Thompson. Anthony van Loo. Legt die bal goed terug. Maar in de verkeerde voeten. Wat Roeselaar betreft. Die van Gillet. En dan een diepe bal op Boussoufa. Boussoufa rond Siris. En die wordt gepakt door Jurgen Siris. En dit zou wel eens de rode kaart kunnen zijn voor de doelman van Roeselaar. Wat doet Vervekke? Hij geeft inderdaad rood aan Jurgen Siris. Vervekke kon niet anders doen. Roeselaar een kans. En dan op de counter koud gepakt. Siris aan de noodrem ten opzichte van Bark Boussoufa. Gaat makkelijk neer, dat wel. Maar een fout is er. Jonathan Bourdon komt Jurgen Siris vervangen. En het is Dombele die opgeofferd wordt door Dennis van Wijk. Roeselaar met 10. Na het tumult rond de uitsluiting van Jurgen Siris. Rest er natuurlijk nog een vrije trap voor Anderlecht. Met achter de bal een Bark Boussoufa. Dan komt Boussoufa. De bal gaat naast. En zo gaan we rusten bij een 0-0 stand. Polak en de schacht is mee. Maar slechte kaats van Jan Polak. Dat is niet de eerste keer vandaag. Dan een goede diepe bal op Beatrice Mieu. Cedric Beatrice Mieu. En Scholle houdt Anderlecht recht. Roeselare doet het uitstekend met 10 tegen 11. De beste kans van de tweede helft voorlopig voor Roeselare. 18e minuut na rust. Vrije trap voor Anderlecht. Met achter de bal Jonathan Lézard. Daar komt die bal. De kopbal van Nuhas. Die blijft hangen en kan hij scoren. Nee, zou Hens hebben gemaakt volgens Vervekke. Het Anderlechtsfeestje gaat niet door. Nog eens kijken naar die vrije trap van Lézard. Eerst de kopbal. Die bal blijft hangen. En dan zou hij die bal met de hand hebben geraakt. Niet helemaal duidelijk. Misschien zien we het hier beter. Heeft ook geduurd, dat is duidelijk. En ja, daar maakt hij Hens goed gezien van Vervekke. Inmiddels Lézard. Lézard op snelheid. Kan hij het forceren voor Anderlecht? Jonathan Lézard, jawel! Anderlecht toch 0-1 voor. Nog geen minuut na het afgekeurde doelpunt van Nuhas. Anderlecht toch op voorsprong. Via Jonathan Lézard. Die zijn vierde van het seizoen maakt.
Eén flits van Jonathan Lézard. Drie man voorbij. Het simpel met links in de verste hoek. En onderlegt zo 0-1 voor. Knappe actie van Jonathan Lézard. Chile. Chile blijft in balbezit. Sterker dan Hitanen. Meegeven met Lézard. En in de korte hoek lag Bourdon. Een nieuwe kans voor Anderlecht. Opnieuw Jonathan Lézard. Nog een minuut of 9 te spelen. Jonathan Lézard met de voorzet. En Polak kan er nog net bij. En het is 0-2. Dit moet dan wel de beslissing zijn. Jan Polak. Boeken dicht voor Roeselare. Dat is duidelijk. Tweede doelpunt. Ruim 8 minuten voortijd. De voorzet van Jonathan Lézard. En dan Jan Polak die gepast in het gat duikt. En zo Jonathan Bourdon kan vloeren. Bart Goor voor het eerst aan de bal. Boussoufa. Moulikin vraagt. Mark Boussoufa zoekt het duel op. Mooi binnendoor. Bart Goor maakt hij het 0-3. Jawel, Bart Goor. Zijn 60ste doelpunt op het hoogste niveau, Bart Goor. Hij maakt nog een doelpunt alvorens hij zijn overstap maakt naar Germinal Beerschot. Mooier afscheid kan je niet bedenken voor Bart Goor. En hij bepaalt wellicht de eindstand op. Roeselare 0. Anderlecht 3. Paasje binnendoor van Boussoufa was knap. Afwerking van Goor. Ook proper.